Ik ben Loes Luca, ik ben een toneelspeelster, een zingende toneelspeelster. En ik ga deze zomer voor het eerst sinds 14 jaar weer op de parade staan. Met iets heel anders dan wat ik daarvoor heb gedaan. We hebben de praatstoel neergezet in jouw huis, met een reden, want jouw huis wordt helemaal nagebouwd op de parade. Het kleurt helemaal niet bij mijn spulletjes. Het is helemaal niet mijn stijl van stoelen. Nee. Maar oké, ja. Maar oké. Maar ja, jouw huis wordt dus nagebouwd op de parade. Wat ga je doen? Ik ga een reality soap doen. Dus dat betekent dat ik... andere mensen doen dat wel eens op televisie, dat ze camera's in hun huis laten hangen. Maar dit is zonder camera's. Het is live on stage. Ga ik mijn leven leiden. Dus mijn huis wordt nagebouwd. 2 verdiepingen. Boven ook 2 slaapkamers en een douche. De douche doet het ook. En beneden, dus deze kamer, wordt nagebouwd. En ik ontvang daar gasten, zoals ik dat thuis ook doe. Ik heb hier een beetje een soort zuster Clivia huis. In de zin van veel mensen over de vloer. En doe wat je het liefste doet, maar niet met de deuren slaan, want de buren. En dat ga ik eigenlijk op de parade ook doen. En ik ga proberen het niet heel erg saai te maken. Dus ik ga niet de hele avond inderdaad televisie kijken. Dat doe ik sowieso thuis ook nooit, want daar vind ik eigenlijk zelden tijd voor. Maar ik kan me zo voorstellen dat je wel eens een avond een boek zit te lezen of je teennagels zit te lakken. Ja, dat is natuurlijk voor het publiek misschien ook niet altijd even interessant. Nee, maar dat ga ik dan niet doen. Maar het zou best kunnen zijn dat ik een kwartiertje iets rustigs doe. Maar als ik een boek zou lezen, zou ik dat voor gaan lezen. Dan zou ik iets leuks kiezen en dat voorlezen. Ja. Ik denk ook dat ik... Bijvoorbeeld een toneelstuk wat ik in moet studeren, want ik ga over een tijdje weer het Doek spelen, wat Maria Goos heeft geschreven voor Peter Blok en mij. En ik kan me voorstellen dat ik dat ga repeteren, misschien zelfs wel met iemand uit het publiek die dan even de rol van Peter Blok moet doen. Ja. Maar ik denk dat ik heb voor bijna iedere avond wel gasten georganiseerd. En mijn gasten zijn ja ook vaak toneelspelers of muzikanten, maar... Ook familie. Maar mijn familie zingt ook. Dus er zal best wel wat afgezongen worden. Maar ik ga nooit met een knappe jurk achter een microfoon staan. De setting is dat ik aan tafel mijn vrienden ontvang. En als het heel wild wordt, kan het best zijn dat ik opsta en ga dansen of mijn visite. Al naar gelang het zich voordoet, want dat gebeurt hier in huis eigenlijk ook. Jij zegt het is een doorlopende voorstelling. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, er wordt in plaats van een zittribune wordt er een looptribune gebouwd. En de bedoeling is dat ze ongeveer een kwartiertje, 20 minuten binnen zijn. En als ze het leuk vinden, dat ze omlopen en nog eens komen. We verkopen ook knipkaarten daarvoor. Dus de 3 keer doorlopen is een tientje. Ja. En 1 keer komen kijken, 1 keer doorlopen is €5. Dus het loont wel de moeite om een knipkaart te kopen. Want elke minuut is anders. Ja. Het kan zomaar zijn dat je net als je bij de deur bent, zie je zeg maar Huub Stapel binnenkomen. Denk je, shit, gemist. En dat je dan omloopt en denkt, ja. Wat zouden die gaan doen? Ja. En wie komen er zoal langs? In Rotterdam zal Frederik langskomen. Wilfried de Jong heeft... Frederik Spicht, ja. Zo weet toch iedereen wel, hè? Ja. Wilfried de Jong heeft beloofd een keertje langs te komen. Huub Stapel komt een keertje zingen. Omdat ik met Huub ook daadwerkelijk een lied moet instuderen wat wij 30 juni gaan zingen. Dus die komt gewoon dat lied instuderen met mij. En ja. Mijn familie komt in Rotterdam. Want ja, zeg je Rotterdam, zeg je familie. Dus ik heb beelden, die zet ik dan op de computer. Die laat ik dan zien van waar wij vroeger opgegroeid zijn. Nou, ik weet zeker dan over de Vlietlaan, over de Goudse Rijweg en de Vlietkade. Dan branden er vanzelf verhalen los, zeker bij mijn moeder en mijn tante, want die zijn ook ingeënt met een 78 toerennaald. Dus dat moet lukken. Ook als ze zullen het eng vinden. Ja, maar als het heel eng is, dan is Pierre er en dan zeg ik, mam, zullen we even een mopje zingen? En dan gaan mama en ik wat zingen. Ja, Blonde Arie. Whatever, we hebben liedjes zat. Dat doen we al jaren, dus dat schudden we zo uit onze mouw. Ja. Dus ik heb wel een paar eikpunten om op terug te vallen. Oh,
Oh, wat ik ook ga doen in Rotterdam. Niet helemaal complete reunie van Ninette Lessezet. Want de drummer Arend is op Oerol. Dus die kan niet er zijn. Maar dan ga je ook spelen of komen jullie ja, alleen maar nogmaals samen? Ja. Een beetje aan tafel, een beetje rommelen. Ja. We gaan dus niet van tevoren een programma samenstellen. We ontmoeten elkaar daar ter plekke weer na 30, 35 jaar. Dus we zullen ook wel gesprekken gaan hebben van en hoe zit het tussen kinderen? Ben je al opa, ben je al oma, ben je al gedotterd en heb jij staar? Dan zit je ook met die kalknagels. Ja. En dan gaan we wel proberen we op te halen wat er zo al gezongen was. En dan kijken we wat er nog eens blijven hangen. Dus het is een aftasten waar het publiek dan als toeschouwer bij zit. Door de nummer nemen we u mee naar het paradijs. Je zei het al, je hebt 14 jaar niet op de parade gestaan. Ja. Daarvoor stond je daar 18 jaar, meen ik wel. Hoe vind je het om weer terug te zijn? Ja, dat moet nog blijken. Ja. Maar ik had mezelf eigenlijk beloofd dat ik pas op mijn 65ste, 70ste nog eens met een sigarettenpijpje op een piano een beetje een liedje zou komen zingen op de parade. Maar goed, het is nou wat eerder. Maar ik vind dit idee wel een heel opwindend idee. Het is nog nooit vertoond. En je zei zelf al, het is een gok voor het publiek, maar ook een gok voor jezelf. Ja. Spannend wel. Heel spannend. Ja. Ik lig niet voor niks wakker ervan. Ja. 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 Wat vind je dan precies spannend? Nou ja, ik wil natuurlijk dat mensen het amusant genoeg gaan vinden. En ik, waar ik me denk ik het drukste om maak, is dat ik zelf niet de hele avond hysterisch ga proberen leuk te zijn. Dat wil ik niet. Nee. Dus ik wil ook mijn rust vinden en ik wil in die rust proberen om het zo mooi mogelijk eruit te laten zien of te laten klinken of te laten zijn. Ja. Dat is best, dat is wel wat. Een uitdaging het noemen ze dat. Uitdaging. Het is een uitdaging. Zeker. Gaat helemaal goed komen denk ik. Ik hoop het, ja. Aan mij zal het niet leren, ik doe mijn best. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan.